Op een gegeven moment kreeg ik te horen dat ik uh, BRCA2-gen heb en uh, mijn zusje ook. We zijn uh, tegelijk getest. Toen bleek mijn zusje het niet te hebben en ik wel. En van welke kant hadden jullie het gen georven? van je? Van mijn moeder. Van je moeders kant. Ja, mijn moeder die is, uh, heeft borstkanker gehad en. Uh... En die is toen getest en toen kwam het. Ja, ja mijn tante had, heeft het ook gehad. Dus uh, toen dachten ze bij het uh, UMCG Groningen van, oh, wacht even, twee zussen, die hebben allebei borstkanker. Misschien zit daar een gen. En toen kregen ze een brief van, uh, je kunt het laten onderzoeken bij je kinderen. Dus dat hebben wij gelijk laten testen, zeg maar. Hoe oud was je toen je die diagnose kreeg, dus dat je positief voor het gen was? Uh, volgens mij 39. Hmm. Dus ook op een... Nee, 38. Maar het is een, wel een leeftijd waar je natuurlijk totaal midden in je leven staat. Met kinderen gekregen. Ja. In een relatie, huis, alles. Dat klopt. Dat is natuurlijk een enorm drukke periode. Hoe was dat voor jou, deze diagnose te krijgen? Ja, weet je, ik sta heel nuchter in het leven eigenlijk. En we hebben er thuis veel over gepraat met mijn ouders en mijn zus. En toen mijn, uh, mijn ouders zeiden van: jullie kunnen dit laten checken. Toen hebben wij al voor onszelf. Nou ja, dan zit je al allemaal plaatjes te bedenken in je hoofd. Van: oké, okay, stel je voor dat ik het heb, wat dan? Mm -hmm. En toen kwamen ze gelijk, toen ze uh, zeiden dat ik het wel had en mijn zusje niet. Toen zeiden ze ook gelijk wat de mogelijkheden waren. Dus daar heb ik heel goed over uh, kunnen nadenken: van: oké, okay, dit kan, dit kan. Ik heb er heel veel over gepraat. Maar eigenlijk had ik gelijk toen ik hoorde van uh, de operatie met uh, reconstructie met uh, eigen weefsel, had ik gelijk zoiets oké, okay, dat is wat ik wil. En je hebt besloten niet om te blijven screenen en gewoon je eigen borst te houden? Nee. Nee. Dat wilde je gewoon niet? Nee, weet je, ik heb... Sind, mijn moeder die is toen ziek geworden in 1999. Uh, ja, dat was 1999. En toen... Um, Vanaf die periode heb ik heel vaak een soort stemmetje in mijn hoofd gehad: van. je wordt een keer ziek, je krijgt een keer kanker. En ik heb altijd gedacht: van, hmm, kut, maar daar ga ik verder niet over nadenken. Dat stop ik weg, dat idee. Zien we dan wel weer. En sinds ik die, klaar ben met die operatie, sinds alles achter de rug is, ik heb ik nooit meer dat stemmetje gehad. Dus je had dat stemmetje al toen je nog helemaal niet wist dat je die genmutatie zou hebben? Nee, maar toen was mijn moeder wel al ziek geweest. Oké. Okay. Ja. En toen heb je die gesprekken gehad in het ziekenhuis. Um, wat heeft je doen besluiten om te kiezen voor die reconstructie? Um, nou, ik, het lijkt me heel erg om helemaal plat hier te zijn. Mm -hmm. Dan voel je je helemaal niet meer vrouwelijk. Ja. En um, siliconen, nou, dat vind ik maar eng. Daar heb ik zo vaak rare verhalen over gehoord. Dus ik denk: van nee, het lijkt me ook niks. Dus als je dan dit hoort, daar kwam bij kijken, wat voor mij dan weer persoonlijk heel leuk was. Uh, ik ben mijn, bij mijn twee zwangerschappen 30 kilo gegroeid. Dus ik had heel veel buik. Soms zeiden mensen: Ben je zwanger? En dat was natuurlijk niet zo. Dus dat vond ik helemaal niet leuk. Dus dit is een cadeautje dat die hele buik weggehaald is. En dat hebben ze gewoon hierin gestopt. Dus, dus ze hebben je eigenlijk een cadeautje gegeven? Ja, eigenlijk wel. <laughs> eigenlijk wel. We geven alleen maar ja, cadeautjes. Hè? Is, is, ja, dat is mijn cadeautje. <laughs> ja. En je hebt natuurlijk nooit borstkanker daardoor uh, nee. gekregen? Nee, dat is natuurlijk het, de grootste reden waarom ik hiervoor gekozen heb. Want ik wil geen borstkanker krijgen. Kijk, als, als ik met vrouwen praat over ja, die een genmutatie hebben, dan is, komt er altijd boven water eigenlijk dat je eigenlijk een helemaal gezond weefsel snijdt. Dus je haalt eigenlijk je borst eraf terwijl er eigenlijk niks mis mee is. En dat is psychisch een heel eng iets voor heel veel vrouwen. Um, nou, kijk, persoonlijk heb ik daar nooit moeite mee gehad. Ik vond mijn borst. Uh, ja, daar had ik toch niet zoveel mee. Vond ik toch niet heel mooi of zo. Ook na de zwangerschappen en zo. Maar uh, vrouwen die in deze situatie zitten. en die dit wel heel moeilijk zullen vinden. Dan zou ik zeggen: van. Uh, vraag of je foto's mag kijken. van mensen die dit wel hebben gehad. Want het is zo mooi. Echt. Soms laat ik het zien aan vriendinnen die benieuwd zijn als ik vertel over de operatie en iedereen die heeft zoiets van wow, dat ziet er gewoon hartstikke mooi uit. Ja. Okay. En ik heb veel patiënten en die vragen dan, ja, wat, 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 wat moet ik nu kiezen dokter? Wat zou jij doen? En dat is natuurlijk als, als dokter lastig om, te, om een advies te geven. Ja, ik zou tegen iedereen zeggen, kies dit. Dit is toch de best, het beste. Je, je zorgt er gewoon voor dat je de procenten die je hebt om kanker, borstkanker te krijgen, gewoon heel klein zijn. En je komt er gewoon mooi weer uit. Mooi. Ja, het, of, kijk, weet je wat het voor mij was? Of dit, of de onzekerheid dat je borstkanker krijgt. En stel dat je het krijgt, al die operaties die daarbij komen kijken. Plus onzekerheid, je weet niet hoe je er dan uitkomt.